Pek. Hey. Lekker begin. Ja, dit is heerlijk, heerlijk. Joh, ja, dit is heerlijk. Nou, ja, we zitten niet zomaar weer hier aan tafel. We zitten aan tafel met, ja, ik mag nu even zeggen, toch weer drie hele speciale heren. Want naast me zit wederom Max natuurlijk. Zeker weten. Maar tegenover mij zitten Wim en Jos, dames en heren. Dus even een groot applaus voor deze heren. Lekker. Dat hebben ze toch weer dik verdiend. Ja, nou daar is hij. Ja. Die komt je zo aanwaaien, huppakee. Wat een fantastische middag hebben jullie volgens mij beleefd. We hebben er iets van meegekregen. De kijkers die hebben nu nog geen idee. Maar jullie gaan jezelf zo graag even introduceren. Ja. Want wat is er vanmiddag gebeurd? Nou ja, vandaag hadden we voor de, ik dacht alweer de derde keer, de Roner Glitter en Glamour Bingo. Een hele tent vol met gezellige ladies. Er waren ook een paar heren bij deze keer. Dus die beginnen het ook een beetje te ontdekken, een beetje testosteron in die zaal ook. Dus ja, het was een hilarische middag, er gebeurt weer van alles, dus hebben we genoten. Tent op de kop, mensen blij gemaakt, lachende gezichten, prijzen. Mooie prijzen, ja, lekker. Nou, we hebben even staan kijken. Nou, ik sta brullen van het lachen, ik vond het fantastisch. Ik heb een hele hoop gezelligheid. Ja, dat is echt hilarisch, want het is een bingo. En ja, ik heb dan het beeld, bingo, dan ga je zo rad draaien. Er komt dan een nummertje uitrollen en dan op een gegeven moment heeft iemand al die getallen en dan ga je dat roepen. Ja. Alleen, jullie hebben daarvan alles omheen gebouwd. Jos, kun jij daar misschien iets meer over schetsen? Want, Ja, vooral Wim hoor. Wim heeft dat helemaal opgezet. Volgens mij doet Wim het al een aantal jaren, hè? Dat klopt. Jij hebt eigenlijk een heel perfecte show opgezet. Vorig jaar hebben ze mij gevraagd of ik wou assisteren. En eigenlijk vond ik dat zo leuk dat ik dit jaar wel weer wou. Dus voor mij was het gewoon gevraagd, als ik het goed. Ja, nou, het is zo dat bingo is inderdaad natuurlijk vaak een beetje bekend als een suf spelletje, niet zo dynamisch, maar ja, zelf geleden toen kwam ik op het idee om daar wat meer swing aan te geven, dus met muziek en een hoop lol. Want het is, vind ik, het leukste gezelligheidsspelletje wat je met een grote groep kan spelen. En het is ook een gezellig spelletje, dat doe je niet alleen, dus ik heb altijd een zogenaamde co-host nodig, die assisteert op het podium. Gewoon heel veel namen in de loop van de jaren aan mijn zijde gehad, maar Jos hier in Rode, ik zei, ja, er moet een leuke gozer bij komen. Hij stond bekend als de body, Mr. Rode geloof ik. Dat was nou mooi om zo'n personal trainer met zo'n goed lijf op het podium te hebben. Ja, assisteren kan niet, hè? Ja, we hebben het gezien. Ja. Maar die vrouwen die reageren ook helemaal als jij even in beeld komt, tenminste je staat de hele tijd in beeld, maar als je even aandacht krijgt, hoe is dat voor jou? Ah, gek. Gewoon, het blijft gewoon gek gemaakt worden. Ah, het is wel gek. Het zijn allemaal vrouwen en die zitten de boel een beetje op te peppen om een beetje gek te maken. Ja, dat is wel leuk om te doen. Het is echt leuk, ja. Ik geniet er echt van. Ja, dat is overduidelijk. Ja, het is echt hilarisch. En we hebben hem nog eens een soort prijs ook weggegeven, hè? Want hij is personal trainer. Ja. Onder andere ook van Marco Schuitmaker heeft hij mij verteld. En een van de prijzen was ook een, ja, dat kan je zelf misschien. Ja, ik heb een trainingstraject verloot te waarde van €250. Zo'n leefstijltraject eigenlijk voor mensen die of willen afvallen of leefstijlverbetering willen in de breedste zin. Dat is een van de prijzen en dat heb jij leuk aangekondigd, moet ik zeggen. Nou, die werd ook wel goed ontvangen. Ja, leuk joh. Wat zijn jullie lief naar elkaar ook. Ja, het gaat over en weer zo, ja. Wim, kun je nog iets meer vertellen over de show? En hoe je daar, ja, want je vertelde een beetje hoe je daar opkwam. Maar kun je nog iets meer over vertellen? Bio is gewoon eigenlijk super spannend. He, dus op het moment die cijfertjes worden opgenoemd. En ik heb vaker meegemaakt ook dat de mannen kwamen en denken, oh, doe ik niet ermee. Maar toch, als je zo'n cijfertje hoort en je denkt, ja, ik heb hem. En je gaat naar die prijs toe. Dat geeft bij iedereen toch gewoon een bepaalde spanning. En dan wisselen we dan een beetje af met wat lekkere muziek. Meezingen. En ondertussen wordt iedereen toch super hebberig. En als je dan die prijs pakt, ja, dan is dat een geluksgevoel van hier. Ik weet niet hoe ver, dat is gewoon lekker. Dus het is een zwaar onderschat spel. Ik zeg altijd, het moet eigenlijk een Olympische sport worden. Ja, dat zag er ook uit. Want als er dus iemand de bingo heeft. Mm-hmm. Ja, ik zag vuurwerk volgens mij. Het dak ging eraf. We hadden vandaag ook een heerlijke lichtshow erbij. Geluid en vuurwerk. En dan geeft het extra toetje erop. Ja, Soundling heeft het goed geregeld allemaal. Ja, dat is wel lekker. Ja, een shout-out naar het technische team hier bij in Rode, bij de Rode Markt. Dat is allemaal dik voor elkaar show. Nou, dus eigenlijk geef iedereen een applausje daarvoor. Plezier bij de bingo. Ja, dat was wel. Vuurwerk. Als we dan toch het over applausjes hebben. Ja, er is één reden waar wij eigenlijk de hele dag over applaudisseren. En dat is de harddraverij, de paardendraverij. Ja. Oh, je hoort het. Draverij.
Zeker wel. Ja, ja, over spanning en entertainment gesproken. Ja, woensdag toch? Dit is ook wel het spel hoor. Nou, inderdaad. Ja, ik ben een beetje bekend hier in de buurt. Dus ja, vertel, ik weet wel dat de woensdag altijd, dat is mijn, nou, een van de favoriete dagen wel, denk ik. Want? Ja, gewoon, je staat lekker bij Onderlinde of bij Pomstee of ergens in de straat daar. Lekker een biertje te drinken en lekker te kijken naar de strijd tussen twee paren. Met de mannetjes erachter. Nou, dit is toch fantastisch. Strijd tussen twee paren, hoor ik. Laten wij ons ook aan de regels houden. Jullie gaan tegen elkaar strijden namelijk. Ja, dit is echt dit is niet de korte baandraverij, dit is de kortste baandraverij. Hij is echt heel kort, zoals je ziet. We maken het even simpel, houden twee kleurtjes open. Ik zit elke keer toch weer te priegelen met die dingen, hè? Ja, ik snap ook niet waarom ze elke keer weer terug in. Ja, ik zet ze er elke keer ook gewoon weer in, zo. Okay. Nou, we hebben dus rood en we hebben blauw. We hebben hier hoedjes. Ja, en één van jullie twee gaat met dit hoedje naar huis. Jullie geven graag prijzen weg. Nou, wij geven ook graag prijzen weg. Jullie hebzucht, die begint nu bij mij. Ja, je voelt hem al, hè? Maar let op als hij straks lawaai gaat maken. Dat wordt echt fantastisch. Over prijzen nog even. Wat is de grootste prijs die jullie dus net uitgedeeld hebben? Dat was een vierdaagse reis naar Ibiza voor twee personen. Goh. Nou, boom. Dat is wel een mooie prijs, denk ik. En dan ga ik er vast verklappen. Wij gaan spreken met die persoon die dat heeft gewonnen. Dus dan ben ik ook heel benieuwd naar hoe die dat beleefd heeft. Ondertussen staan rood en blauw staan klaar. Wim, rood of blauw? Doe mij maar de blauwe. En Jos? Ja, ik heb geen weinig keuze, hoor. Oké, okay, top. Geweldig. Dus Jos, rood. Wim, blauw. We zetten hem aan. Let op, daar komt hij. Kijk eens aan. Ja, ja. Wie gaat er met een hoedje naar huis? In 3, 2, jammer! Kom op! Ze kunnen omvallen, ze kunnen stijgen. Ze kunnen vallen? Ja, ze kunnen stijgen. Het gaat niet goed, man. Gaat mooi. Ja, ik ben bang dat het niet goed gaat. Ja. Ik wil ook een beetje hebben. Jos, kan ik maar aan? Doping! Yes! Nou, sorry, ik heb niet bijbegaan. Je ziet het ook, hier staat die hemse gelijk weer toe. Ja. Oh, goed. Dit is het ook. Mooi. Ontzettend bedankt. Ik doe hem gelijk op. Ja, zet me lekker op. Staat hij goed? Zeker weten, ja. Dat is helemaal in de droom. Nou, ik voel nog geen reden aan. Ja. In een vette bek.